Welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij van Jobcenter zijn natuurlijk altijd heel erg bezig met wat de actie was in Deventer. En deze week is dat de kermis. Dat is het begin van juni is altijd de kermis er. En wat hoort er nog meer bij de kermis? Het opbouwen en het afbouwen. En wat hoort er bij het opbouwen en het afbouwen? Natuurlijk veiligheid. Nou, nu zijn wij heel erg bezig met veiligheid bij Jobcenter. Natuurlijk in de techniek is dat heel erg belangrijk. Maar op de kermis is dat een hele andere tak van sport. Want mensen werken op hoogte, ze werken met hele andere apparatuur dan in de techniek misschien wel. Eigenlijk weten we het helemaal niet. En ik denk dat het daarom heel erg leuk is om eens even te gaan kijken. Wat doen de mensen nou daar aan veiligheid? Dan ga ik eens even kijken of ik iemand kan vinden. We staan nu bij Michael. En Michael die is toeleverancier van de apparaten die hier op de kermis staan. Dus de attracties. En Michael, even een vraagje aan jou. Wat heb jij... Zoal aan diploma's en wat doe jij hier? Ik heb een diploma aan bedrijfsinstallaties, daar ben ik mee begonnen. Vanuit daar ben ik verder gegaan in elektronica, dus op printplaten, aansturingstechniek, meterevertechniek. En vanuit daaruit ben ik in de kermis beland als toeleverancier van verlichting, maar ook schakelpanelen, dat soort dingen. Ja, en wat heb je zo al nodig om hier te kunnen werken, bijvoorbeeld aan de elektronica? Elektronica kennis op printplatenniveau. Je moet wat weten van spanningen, stromen, veiligheid. Ja. Heel simpel gezegd, waar de mensen in zitten, mag bijvoorbeeld geen 220 volt zijn. Dat moet dus 24 volt zijn. Dus dat de mensen geen schok kunnen krijgen als ze in zo'n attractie zitten. Daar wordt dus goed op gelet. Dat wordt goed op gelet. Oké, dat is belangrijk. Ja, en wat doe je zo al met bijvoorbeeld hoogtes? Werk je ook op hoogtes of werk je echt alleen op de grond? Het gebeurt wel eens dat je op hoogte werkt. De hoogtes vallen op zich voor mijn doel wel mee. Het gebeurt wel eens dat bijvoorbeeld de doelman moet bij een lichtrek zijn. Dan pak je een trap erbij. Alleen over het algemeen worden er wel dingen naar beneden gehaald met bijvoorbeeld kranen. Speciaal voor jou? Ja. Oké. Okay, maar dat wordt dan wel afgesproken in samenwerking met de klant. Ja, en hoe lang doe je dit al als ik vraag? Dit doe ik nu één jaar. Eén jaar? Januari. Oké. Okay. En naar je zin dus op de kermis? Perfect naar mijn zin. Wat is het verschil tussen eigenlijk het andere, bijvoorbeeld een werkgever in de techniek? De vrijheid. De vrijheid. Ja. Ja, je moet wel, ik zeg eigenlijk al zo, ik ben getrouwd met het bedrijf. Je moet wel bereid zijn om echt gewoon lange dagen te willen maken. Daarbij geeft het wel een hele hoop voldoening. Er is niks mooiers dan dat je, ik noem maar wat, zo meteen op de kermis met je ouders loopt. En dat je kan laten zien, pap, mam, dat heb ik gemaakt. Oké, ja. Je moet sowieso zien als je in de machinebouw zit en je werkt aan een lopende band. Je ziet nooit je eigen werk niet terug. Nee. En hierdoor kan je van genieten. Je kan het aan je vrienden laten zien. Het is mooi, het is betoverend. Ja. En elke keer, en dat kun je wel zien, elke keer loopt de kippenvel nog eens over. Kijk, je bent dus echt wel trots op je werk. Ja, ik ben er verschrikkelijk trots op. Oké, nee, dat is echt helemaal goed, jongen. Jongens, dit is echt een werknemer die echt hart voor de zaak heeft. Nou, super tof dat Michael even wat wou vertellen. Aardige gast ook, had ook echt hart voor de zaak. We zijn weer meer te weten gekomen over de ins en outs. En ik denk dat ik eigenlijk nog even een rondje ga, want ik ben wel heel erg benieuwd. Tot de volgende keer!